Welkom bij het Politieke Vlog. Het is vandaag World Cleanup Day en Zeist doet ook mee. World Cleanup Day is een dag waarop we met elkaar de hele wereld en dus ook Zeist opruimen, zwerfafval verzamelen en de wereld weer schoner maken. Ik ga zo naar het gemeentehuis en naar het Bisonveld, maar eerst achter mijn huis even oefenen. Ik sta hier bij het organiserend comité. Linda, wat gebeurt er vandaag? Ja, we zijn hier druk bezig met World Cleanup Day in Zeist. En er zijn al een hele groep mensen die zijn al vertrokken over Zeist heen. En er zijn ook mensen bij het Bisonveld die meedoen aan troep trimmen. Als het goed is zijn er ook wat kinderen die meedoen met het troep trimmen voor kids. En nou, in deze slotlaan is Peukenpatrouille. Je ziet achter ons ook met het blauwe petje Noerdien. Die is heel druk Noorden, bezig. Nou, die zak is op. Wat heb je al verzameld? Een hele zak opgehaald. Dit zijn alleen maar de peuken van het gemeentehuis. Ja, ja. We zijn op het Bisonveld. Hier gaat een groep renners zo meteen 5 kilometer ploggen. Dat wil zeggen joggen en ondertussen afval opruimen. Het regent een beetje, maar het mag de pret duidelijk niet drukken. We zijn er op het Bisonveld. Ja, jij gaat mee. Waarom doe je mee? Nou, sinds kort zit ik in de kerngroep Duurzaam. En dan was het idee dat we wat meer rotzooi gaan opruimen. En dus hebben ze mij naar voren geschoven van... misschien moet jij als raadslid zijnde ook maar gewoon een beetje de Zeist aan kant maken. Ja, zeg maar. Dus ja, super. Dat was het idee. Oké, nou veel succes. Ja, dankjewel. Oké. Let's go, deze kant op. Nou, tot zover de World Cleanup Day. Er is vandaag fantastisch veel afval opgehaald. Aan de ene kant is het natuurlijk een beetje raar dat mensen dat op straat gooien. Hè? Gooi het in je eigen afvalbak. Maar vandaag gaf wel veel energie. Heel veel vrijwilligers zijn in touw geweest om Zeist weer mooier en duurzamer te maken. Ik ben heel trots op de mensen die het hebben georganiseerd. Wat begon als een klein clubje van leden is uitgegroeid tot een enorme Zeistbrede beweging. Andere partijen hebben zich aangesloten, de wethouder, de burgemeester, vrijwilligers, honderden mensen zijn vandaag in touw. Ik ben trots op jullie. Vandaag hebben we echt weer het verschil gemaakt. Tot zover de vlog.